Paul, de fietsspecialist. Ontdek het gemak van fietsen op een e-bike. Net dat extra steuntje in de rug. Profiel, de fietsspecialist.nl. Boerderijwinkel Het Zand. Bij ons vindt u streekgebonden producten regelrecht van het land. Diverse groentes, fruit en verschillende soorten meel, wijn en jams. Heerlijke boerenzuivel. Boerderijwinkel Het Zand, Molenweg 2. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 8:15 tot 5:00. Kijk ook op www.boerderijwinkelhetzand.nl. Maak kennis met het culinaire Griekenland in restaurant Athene in Huissen. Een onvergetelijke maaltijd en uitstekende bediening in een gezellige Griekse sfeer. Geniet van de traditionele Griekse keuken tegen scherpe prijzen. Grieks restaurant Athene is dagelijks geopend van 4:00 middags tot 10:00 avonds. Afhalen na bestelling is mogelijk. Grieks restaurant Athene vindt u in de Vierakkerstraat 38 in Huissen. Telefoon 026 325 0055. Kijk ook op onze website www.athenehuissen.com. Kom ook eens een kijkje nemen in de gezelligste kringloopwinkel van Gelderland. Twice is nice te Huissen. Wij hebben een breed assortiment in onze kringloopwinkel. Tafels, stoelen, banken, bedden, kasten, witgoed, kleinhuisraad, kleding, LP's, video's, curiositeiten. Nou, gewoon te veel om op te noemen. Voor ieder wat wils. Heeft u bruikbare spullen, dan halen wij die bij u op. U vindt Twice is Nice in de Nijverheidsstraat 33C te Huissen. Industrieterrein Het Pannenhuis, tussen de Praxis en de Floor Factory het steegje in. Tot ziens bij kringloopwinkel Twice is Nice in Huissen. Goedemorgen.
Ja, dat vind ik ook. En die andere grens. Alsjeblieft. Succes. Goedemorgen. Goedemorgen. Alsjeblieft. Dank u wel. Fijne dag, hè. Alsjeblieft. Dank u wel. Goedemorgen. Ja, die doos. Ja, dank u wel. Ja, dankjewel. Ja. Thank you.
Een grote giechelbende. Dames, jullie moeten hier vannacht slapen, of niet? Ja. Is dat de eerste keer dat jullie in een tent slapen? Nee, mijn tweede keer. Mijn ook tweede keer. En de tweede keer hier, of heb je alles gekampeerd met je vader en moeder? Tweede keer hier. Ja, wij slapen, dit is de tweede keer dat we bij elkaar slapen. Ja? Vorig jaar heb je hier ook geslapen? Ja. Ja. Ja? Deze tent ook. Ook maar dit, is die van jullie zelf? Nee, die is van mij. Die is van jou? 40 jaar geleden. Van 40 jaar geleden. Maar toen was jij er toch nog niet? Nee, toen was ik er nog niet. Nee? Nee. Wat vind je nou zo leuk om in die tent te slapen hier vanavond? Eigenlijk dat het dan donker is dan eigenlijk in je slaapkamer. Dat je dan eigenlijk zo, weet je ook alweer, zo op jezelf slaapt. En dat je zo bij, meer bij de buiten slaapt. En dan dat je van die buiten- en natuurgeluiden hoort. Maar ben je dan niet bang voor spinnen en dat soort dingen? Nee, ik ben een dierenvriend. Ja, Jij bent een dierenvriend, dus je bent niet bang voor spinnen? Nee. Een beetje voor spinnen. Ja? Wij doen altijd deze heel dicht en deze doen we soms wel dicht. Eigenlijk zijn er bijna nog nooit insecten hier gekomen en anders slaap ik. Hier komen wel eens spinnen bij, ja. Ja? Oké, maar je gaat vandaag in ieder geval heel vast slapen? Nou, dat weet ik niet. Monopoly, maar het is toch donker, Drek? Ja, dat is waar. Maar hoe ga je dat dan doen? We hebben hierboven, daar is een struin, staat een lantaarnpaal. Die gaat soms aan. Ja, hebben jullie ook chips bij en limonade? Drie chocoladewippen. Ja, en we hebben twee zakken chips en we hebben popcorn. We hebben twee zakken popcorn. En we hebben, hoe heet dat? Oh ja, en we hebben koude limonade van het diepvries. Zo. Ja, en een milkshake. Ja. Nou is het Speelweek TV. Hebben jullie al iets gedaan wat met tv te maken heeft? Wat hebben we gedaan? Ja, de speurtocht. Had je allemaal vragen van tv. En wat voor vragen waren dat zoal dan? Wie is de vijand van meneer, hoe heet die? Meneer Plankton of nee? Meneer Krabs. Ja. En wat hebben we nog meer gedaan? Wat hebben we nog meer gedaan? Ja, dat weet ik niet, dat vraag ik aan jou. Oh ja, lezen gamen. Ja. En we hebben gewaterpolo'd. Polo'd. En we hebben getennist. En we hebben... Expeditie Robinson. Expeditie Robinson. Oké. En wat gaan jullie morgen doen? Waterspellen. Oh, dan heb je geluk, want het wordt heel warm morgen buiten, hè? Hey, en vannacht, wordt er nog geslapen? Nee, denk ik niet. Hier. Ja? Heb je ook nog streken uitgehaald? Nee. Je bent een hele lieve jongen. Ja, ja, dat geloof ik. Dat is ook de eerste. Ja? Wat vind jij zo mooi aan deze week? Ik vind je kan wel veel dingen doen. Ja? Ja. Alleen veel dingen? Of dat je ook een weekje zonder papa en mama bent? Dat ook. Ja? Ja. Wel lekker rustig. Ja. En wat doen papa en mama dan als jullie weg zijn? Weet niet, ten boodschap halen of uitrusten. Muis en wandelen. Uitrusten voor een heel jaar weer. Ja, denk ik wel. Ja? Wordt er vandaag nog geslapen? Nee. Nee. Maar dat is toch de bedoeling, want jullie hebben morgen een hele drukke dag, heb ik gehoord. Ja, maar nee. Worden we weer nat. Jawel, maar niet uitgerust en dan toch het water in, kan gevaarlijk zijn. Nou, daar word je juist wakker van. Word je daar wakker van? Ja. Met 30 graden? Ja. We gaan niet in het diepe water. Hè? Niet in het diepe water? Nee, gewoon waar je kan staan. En dan ga je kanoën of wat ga je dan doen? We gaan gewoon wildwaterbaanspannen. Wildwaterbaanspannen. Aha. Moet je dan zwemmen kunnen? Ja. Nee, ja, het is wel handig. Ze drieën in deze tent? Ja. Ja? Hé, is het lekker? Ja. Maar eet je die koken nou helemaal in je uppie liggen of krijgt de rest ook iets? Nee, ook mee. Jij mag ook wel. Ja? Hey, is dit de eerste keer dat jullie meedoen aan de kindervakantieweek? Voor mij de tweede. Voor ons de derde. Ja, voor ons is de derde. En wat is er nou zo leuk dan aan deze week? Nou, leuke spelletjes en lekker slapen. Ja. Ja, is gewoon leuk. Er gebeurt niet heel veel. Nee. Wel een beetje. Ja. Maar slapen is alleen vanavond, hè? Ja, jammer genoeg wel. Hoezo jammer genoeg? Anders komen we elke avond hier chips eten.
Oh, maar het gaat toch om het slapen en niet om het chips eten? Nou, ja, ook om het spoken. Om het feesten. Ja, eerder om het spoken bij de andere tenten. Oké. Okay. Hey, hoe zit het met de meiden? Nou, we zijn vandaag, wij twee zijn vandaag al achterna gezeten. Ja. Oh ja? Ja. Hij heeft alle vriendinnen. Ja. Ja? Maar jullie nog niet? Nee. Dat mag niet. Maar dan moet je opschieten, want vrijdag is de laatste dag. Ja. Gaat dat lukken? Nee. Ah, kom op. Chips. Ik heb een jaar niks, dus maakt mij niet meer uit. Nee? Nee. Oké. Okay. En wat gaan we morgen doen? Waterspelen. Ja, waterspelletjes. Ja? Lekker onze begeleiders in het water duwen. Ja? En de titel van de week heet Speelweek TV. Wat hebben jullie nou op wat met televisie te maken heeft gehad? Nou, wij hebben Vossenjacht gehad. En dan kom je al een bekende televisieprogramma dingen tegen. En ja. Kano. Ja, ik was op camping erbij geweest en daar hadden ze een speurtocht. En dat gingen allemaal vragen over tv. Ja, en nu zijn we op tv zien. Ja, vandaar dat wij hier zijn. Hè. Het is Speelweek TV, dus dan moet ook de televisie erbij. Hé, hey, waar hebben jullie dit kleed weggebietst? Ja, van mijn moeder. Hè? Van jouw moeder? Ja. En die heeft nu geen kleed meer in de kamer? Wel, die lag op zolder. Ja? Ja. De hoeveelste keer ben jij nu hier bij de kinderweek? Volgens mij 3 of 4 keer. Ja? Ja. Dus je bent al 4 jaar ben je al hier? Ja, 3 jaar, ja. Ja. Wat is er nou zo leuk? Iedereen zegt spelletjes en zo en slapen, maar ik denk toch dat er nog meer is wat leuk is. Je mag sporten en zo. Dat is wel leuk. Spelletjes zijn leuk, dat zegt iedereen allemaal. En vooral het slapen, feesten en zo. Ja, het is echt vet feesten bij jullie? Ja. Ja? Ja. En heb je dat van de week s'avonds al een keer gedaan? Nee, nog niet. Jullie hebben ook iets van een televisie-playbackshow of zoiets? Nee? Of dan zet ik weer iets te verklappen of zo. Hé, hey, maar 2 mannen en 2 meiden in de tent, gaat dat? Ja. Geen ruzie? Nee, soms even schoppen om de kont. Dus even horen wat de meiden ervan. Hey, hoe vind je dat dan met 2 van die gozers in de tent? Nou, het is wel leuk, want mijn vriendin zit erbij. Oh, en die helpt jou dan of zo? Nee. Hey, wat vind jij zo leuk in deze week? Ja, alles wel. Alleen het is wel heel warm. Is het heel warm? Ja, bij verjaardagshuis was het echt heel warm. Dat was binnen, hè? Nee, dat was buiten. Was ook buiten? Ja, dat was alleen maar buiten. Ja? En wat heb je dan gedaan bij de bejaarden? Allemaal spelletjes. Ja? Maar ik neem aan dat niet jullie alleen, maar heb je dat met de bejaarden samen gedaan? Ja, die kwamen er soms bij, maar niet de hele tijd. Ja. Waar moet je nou gaan liggen? Ik ga aan links liggen en Nicky rechts. Maar daar kan niemand er liggen, een hele hoop rommel. Moet je kijken wat hier ligt. Ja, maar we kunnen ook samen wel op 1 hoor. Samen op 1? Ja. Ja? Is dit de eerste keer dat je in een tent moet slapen? Ja, ik ben hier ook voor mijn eerste keer. Je bent er ook voor de eerste keer? Ja. En waarom ben je dan hier op vakantie? Ja, niet op vakantie. Wat is dit dan? De speelweek. Maar is dat geen vakantie? Nee. Want je hoeft niet naar school toe nu. Nee, het is wel vakantie, maar dan gaan we naar de speelweek. En als je op vakantie gaat, waar ga je dan heen? Wij gaan vandaag niet op vakantie. Ja. Jullie gaan dit jaar niet op vakantie? Nee. Nee? Maar je bent toch wel eens al een keer op vakantie geweest? Ja, heel vaak. En wat was dat? Een keertje naar Texel. En de andere keren weet ik niet meer. Ja? Ja. Hey, nou is de bedoeling dat je vannacht gaat slapen hier. Ga je dat ook doen? Ja. Zal ik je eens wat vertellen? Ja. Dan ben jij de enige die hier vannacht slaapt. Want iedereen gaat vanavond feesten en vannacht. Maar sommigen die gaan ook nog slapen. Ik hoop het voor jou. Want anders dan word jij helemaal wakker gemaakt door die anderen, want die gaan feesten. Maar tegenover ons in de tent, daar slaapt ook nog iemand. Hallo. Ik moet zeggen, dit is een van de mooiste en netste tenten die ik gezien heb. Dank u wel. Ja. Hey, geen chips, geen limonade, geen spekkies. Een boek. Een boek. En het moet feesten hier vanavond, zeggen ze.
Ja, we hebben wel een leuk kussen gevraagd gehad, maar... Wel, we hebben wel vlaggetjes. Gezellig. Oh ja, daar hangen vlaggetjes. Hé, hey, de hoeveelste keer doe jij nu mee met de speelweek? Volgens mij de... Ik weet niet hoeveel, maar ik heb volgens mij elk jaar meegedaan. Alleen vorig jaar niet. Ja. Wat is er nou zo leuk om aan zo'n speelweek mee te doen? Nou, het is gezellig om met al je vriendinnen heel veel leuke spellen te doen. En je doet... Ja, je doet gewoon heel veel dingen met elkaar en hele leuke dingen. Ja. Als je nu zo'n hele dag bezig bent, ben je dan s'avonds niet moe? Ja. Ja? Ja. Maar vanavond, het is nu 11 uur. Iedereen is nog wakker. En hoe gaat het dan morgen? Ja, we hebben morgen waterspellen. Ik denk dat iedereen daar ook al wakker van wordt. Ja? Ja. Het thema van deze week is Speelweek TV. Wat hebben jullie nu gedaan wat met tv te maken had? We hebben wel foto's gemaakt met SpongeBob en de Simpsons en ja, wat? Dat is zo. Met Madagascar en ja, voor de rest hebben we niet zo heel veel met tv gedaan. Ja. Ik geloof dat er ook nog iets van een playback show komt of Holland's Got Talent. Ja, dat hebben we net gehad. En wie heeft er gewonnen? Niemand. Niemand? Het was eerder een soort van talentenshow, laten zien wat je allemaal kan. Een soort van optredens alleen. Hebben jullie ook meegedaan? Ja. Als wat? Ja, we hebben met z'n allen een soort van flashmob hebben we gedaan. Wat is een flashmob? Dat is een dans. Het begint in een klein groepje en dan komen er op een gegeven moment komen er dan meer mensen bij en dan nog een groep. En dan ga je met z'n allen dansen. Oké, okay, ja, je bent nooit te oud om te leren, zeggen ze altijd. Hey, wat is het leukste wat jij in deze week gedaan hebt tot nu toe? Ik vond eigenlijk alles wel leuk. Alles wel leuk? Ja. Ja? Ja. Vanavond het slapen. Ja. Je vriendin heeft een dik boek mee. Dus die gaat slapen. Ga jij feesten? Weet ik niet. Maar ook wel slapen. Toch wel slapen? Ja. Ja? Dus je wil morgen fit zijn? Ja, eigenlijk wel. Voor jou, is het de hoeveelste keer? Weet ik niet. Weet je niet meer. Dus je bent al vanaf heel klein al hier in de speelweek. Kwam je ook nog in de speeltuin? Ja, ik woon hier ook in de straat, dus kom je wel vaak. Oh, dus je komt af en toe buurten? Ja. Ja. Je bent nu met 3 vriendinnen hier. Hoe gaat het eigenlijk met de jongens? Dat weet ik niet. Nee, geen jongens, geen vriendjes gevonden? Nee. Het lijkt wel een supermarkt hier binnen. Ja. Ja. Kan je wat zeggen? Ja, maar eten jullie ook nog gewoon brood? Ja. Ja? Ja. Wat heb je dan vandaag voor brood gehad dan? Ja, gewoon eigenlijk broodje knakworst. En morgenochtend krijg je nog ontbijt hier en zo. Ja? Ja. En wie moet die broodjes maken? Doen jullie dat zelf? Nee, vrijwilligers zijn hier. En die zetten de spellen op en die organiseren het hier allemaal. En zo. En die maken ook de broodjes. En, ja. Hey, is het de eerste keer dat jij meedoet? Nee, dit wordt mijn 4e keer. En waarom kom je dan elk jaar terug dan? Nou, omdat het eigenlijk leuk is, vooral het slapen hier en zo. En het is leuk om lang op te blijven. Dat is gewoon grappig. En je struikelt soms ook over de haringen. En dat ziet er heel grappig uit als iemand dan struikelt. Als iemand op zijn snuit gaat, dan vind je leuk. Ja, Wijken ging net nog op de snuit. Ja? Ja. En ben je zelf al gevallen? Nee, nog niet. Nou, dan moeten we even wachten, want dan totdat jij gaat vallen dan. En jij dan? Jij ging op je snuit? Ja. Ja? Had je niet gezien dat er allemaal van die touwtjes in de tent zitten? Nou, daar zit er een. Jawel, maar ik was dat even niet op te letten. Ja, waar keek je dan naar? Naar de jongens? Nee, ik was met Shannon aan het praten. Ja. Nee. Ik was met mijn vader, alleen ik keek niet naar voren. Oké, okay. Ja. Je keek achteruit en je liep vooruit. Ja. Ja? Wat vind je het leukste wat je tot nog toe gedaan hebt deze week? Ik vond eigenlijk alles wel leuk. Alles wel leuk? Ja. Maar er springt niet iets uit dat zei van nou, dat was echt, hoe zeggen jullie, vet, gaaf. Het waterpolo van gisteren. Waterpolo van gisteren. Van net was dat leuk. Ja. En morgen ga je weer het water in, hè? Ja. Ja. Ga je zwemmen? Ja.
Ga je vannacht dan ook slapen? Misschien. Okay. Geen chips? Jawel hoor. Geen limonade? Ik ga het zo halen. Genoeg. We hebben genoeg. En ik dacht dat jullie vanavond broodje knak was dat ik had. Nee, dat doen we vanmiddag. Nee. Dat doen we vanmiddag. Dat hadden we vanmiddag gehad. Vanmiddag? En ja. Wat heb je vanavond dan gehad? Vanavond, ja, chips. Ja, dan eten we alleen maar chips. En thuis gegeten ja, gewoon. Ja, ja, gewoon tussendoor. Ik heb thuis gegeten. Ja. Hé, hey, dan moet je vanavond met de hele club in de tent. Gaat dat goed? Ja, dat gaat zeker wel goed. Ja? Maar gaan we dan slapen of gaan we... Nee, we zullen wel wakker blijven. Ja, we proberen het. Ja. Maar morgen moeten jullie iets met water, sportbaan gaan doen. Daar word je ook wel weer van wakker. Ja, maar op een gegeven moment ben je een keer moe. Ja, maar als je het zo leuk vindt en je krijgt weer water door je heen, dan vind je het gewoon zo leuk, dan ga je gewoon door. Is dit jullie eerste keer dat je hier bent? Nee, dit is onze vierde keer. Ik ben eigenlijk begeleider, maar omdat zij wou niet alleen slapen, dus ik mag bij haar slapen. En hun vroegen, mogen wij misschien bij jullie in tent? Ik zei, geen probleem, vind ik hartstikke leuk. Ja, met die meiden erbij? Ja, hartstikke leuk. Ah, dat kan ik me voorstellen, ja. Als nou de speelweek afgelopen is, kom je hier normaal gesproken ook in de speeltuin? Ja, mijn opa is hier vereniger van. Dus die doet ook een soort van. Is jouw opa meneer Vermaas? Ja, Bas Vermaas. Zo, kijk. Dat is lekker zien. Sinds 16 juli jongstleden zijn de werkzaamheden ten behoeve van de rioolmaatregelen en de herinrichting van de Loostraat en Van Voorstraat in Huissen in volle gang. Het werk heeft in de eerste fase, Brede Straat richting Kruigang, enige vertraging opgelopen ten gevolge van het uit te voeren onderzoek naar explosieven. Omdat het gebied verdacht is op oude munitie en explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, moest voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een detectieonderzoek plaatsvinden. Het onderzoek heeft vooral te maken met de veiligheid van de mensen die in de rioolsleuf aan het werk zijn. Om de opgelopen vertraging in te halen zijn fase 1 en 2, kruising Kruigang, samengevoegd en is aannemer Düsseldorf eerder begonnen met de fase 3, Brede Straat richting Van Gelderenstraat. De verwachting is dat het werk eind juli weer op de oorspronkelijke planning zit, zodat in de laatste week van juli met de fase 4 van Gelderenstraat Rotonde Stadswal gestart kan worden. En de weg begin september weer opengesteld wordt voor het verkeer.